Vandaag gaan we weer verder in het criminele leven. Dat gaan jullie in ieder geval zo meteen zelf zien. Allereerst wil ik vragen, heb jij al geliked? Nee, doe het even zeker. Kunnen we even voor die 1500 likes gaan? Dat zou super nice zijn als het kanaal en ik weet dat jullie het kunnen. Dus vergeet zeker even niet te liken. Vergeet ook zeker niet te abonneren op mijn kanaal. We zitten echt bijna op die 56.000 abonnees. Jij kan erbij helpen. En wie weet ben jij straks wel de 56.000ste abonnee. Vergeet het zeker niet te doen. Vergeet me ook zeker niet te volgen op Instagram voor alle nieuwtjes. En ik hou jullie daar altijd op de hoogte, dus volg mij gewoon even. Maar laten we maar snel de video induiken. Let's go. Handen omhoog, op, gaan voor de lopen. Ja, ik heb. Lopen naar de voordeur. Hm? Je mag naar de voordeur lopen. Oké. Iemand houdt die achterdeur in de gaten. Nou, ja, dat werkt niet. En bel me niet als ik bezig ben. Fuck aan met dat. Ik ben nog. Je moet maar niet bellen nu. Boeit, hè? Ik. Ja. Nou, we hebben een hostage extra. Zakken voelen. Ja, ik ga via zakken voelen. Hé, hey, maar. Handen omhoog. Wie ben je? Handen omhoog. Ja. Handen omhoog. Jij ook handen omhoog. Nee. Handen omhoog, op. Blijf staan. Ik blijf. Oh nee, bro. Ik kom weer op de grond. Ja, we hebben drie extra boeien nodig. Blijf naar binnen. Blijf. Ja, bro. Ik ga gelijk op mijn knie. Oh, iedereen op de knie. Ik ga je fouilleren. Bro, ik ben nog steeds geboeid, maar toch niet. Maar je hoeft niks af te nemen, maar ik gebruik toch niks. Iedereen bij de pinautomaten gaan staan. Fuck al instant. Hey, ik weet niet wie je dat zegt, maar... Oh, joh, man. Jee. Even iedereen tegen die pinautomaat gaan staan en dan praten voor jullie, doen we lekker strakjes. Ja, toch? Geen normaal handboeien op de raffa, bro? Of wat is de bedoeling? Ik zeg toch voor degene die geboeid waren, jong. Slim nadenken, bro. Wie staat boos voor? Kon iemand stoppen? Oh mijn god. Je moet drie extra mensen... Ik kom dus gewoon binnenlopen, wacht. Ik ga nu clippen. Ja, dus dat hebben jullie net gezien. Ik kom gewoon binnenlopen in de bank. Ik moet even wat kantijtjes pinnen. Ja. Ja hoor. Tuurlijk. Wat wil je wel graag aan je kleren uitdoen? Blijf maar even gewoon staan. Ga maar tegen die pinautomaat staan. Hey bro, ben ik bij jou op je Netflix nog wel geboeid? Nee, dan moet je even slash geboeid doen. Yo, Winston. Ja, dat werkt dus. Ah, makkelijk. Dan moet je dat. Gewoon zwembad is gewoon aan het doen, ja? Collega. Ja, jongen. Hij is hier, bro. Oh. Wat? Moet schieten. Start hem. Maar je mag niet eens meer met de slash. Ja, ik ga schieten dan. Jawel, mag wel, want die emote, je kan anders niet instappen. Nee, maar trouwens... Nee, dat ben je toch niet? Schiet ook gewoon desnoods. Dit is echt top. Hé, hey, nu starten. Ik weet niet, ze zijn een beetje in de stress allemaal. Kijk even of die geen wapen heeft. Jullie zijn echt heel gestrest. Boys, geen stress. Er is niks aan de hand, er gebeurt jullie niks. Ik wil wel dat jullie vier man op een rijtje op de knieën gaan zitten. Dat wil ik doen, bro, maar dan moet de handboeien af. Dan kan no joke, dat moet echt. Of dan doe maar met control bukken. Collega, neem de twee mee naar de achterdeur. Blijf lekker staan, hoor. Hij zei 4. 1, 2, 3, 4, 5. Dan blijf ik lekker staan. Er mogen er even twee met mij meelopen. Hierzo. Ik ga niet heel gemeen zijn, maar... Ze richten geen wapens en kijk, hij rent nu weg. Je kan nu gewoon wegrennen. Oh, oké, nou niet. Oké, laat maar. Ik heb niks gezegd. Maar wat is dit nou? Je kan nu toch gewoon wegrennen of weet ik het nou? Nee, er staan mensen buiten. Echt, hè? Hoe bedoel je, staan mensen buiten? Ja, nou bro, de mensen staan ook buiten te wachten. No joke. Hoezo? Dit slash Amy, hoe je mag niet binnen. Ja, je moet het niet heel tijd zeggen, maat. Dan weet het ook. Ik zag het. Ik kom net binnen om pinnen. Mocht ik niet gaan hier? Jordi? Oh ja, ik kan toch gewoon naar buiten rennen. Hij richt zijn ding niet. Maar ik heb toch even een nieuwe auto, hoor. Ja, lekker, man. Met die Ferrari 812 en Largo Novitec. Oh, wat goed. Ik ben trots op je. Lekker, man. Ja, dankjewel. Als je gewoon fluistert te horen, zie je niet. Dus dan kan je gewoon lekker praten, weet je. Oh. Dus, heb je er zin in, meneer? Of ik er zin in heb? Ja. Zeker weten. Is mooi zo. Is het je eerste? Ik zeg wel. Nee. Je bent een ervaren man. Enge score. Je hebt wel een gekke stem, man. Dat wel. Ja. Man. Wel toch? Is het voice change of niet? Even eerlijk, want anders vind ik het echt een goede stem. Nee, dat is echt een hele domme opmerking. Ja, bro, heb je mij vooraf gezien? Daar zitten geen hersens. Nee. Zoals hij moet lachen. Ja, bro. Hey, nee. Lachen met overvaller. Meneer, met je hoed, je bent wel zenuwachtig. Kan je die binnen even stil houden? Hoezo zenuwachtig? Ik vibe. Ik vibe altijd. Kijk, als ik ga lopen, oh ja, nou, dat willen ze niet. Maar dan ga ik altijd met mijn hoofd op en neer. Ik ben een beetje een fiber, weet je wel. Ik heb niet te veel tijd, hè. Ik weet niet wat jullie allemaal denken. Nee, hij heeft niet veel tijd, jongens. Hij heeft haast. Hoe heet hij ook alweer? Ik weet hoe hij heet, maar ik weet hoe hij heet. Weet je hoe hij heet? Moet je iets vergeten? Wat? Oeh. Nee. Je bent ook echt... Nou ja, je hersenen zitten inderdaad niet op je voorhoofd, nee. Nee, bro, dus dat is anders. Dat je zoiets hardop zegt, ben je echt... Nou ja, laat maar. Wat? Wil je mij slim noemen? Nee, ik noem je tante alles behalve. Ja, echt hoor.
Bro, hey. Ik heb wel een nieuwe, hallo. Nieuwe headset gekocht. Goedemiddag. Hoi, goedemorgen. Hoi. Hey, goedemiddag. Dus hey, jullie zijn hier veranderd, stel ik met 4 man. Hey Simon, ben jij het? Wist je, kom maar naar voren. Hey Simon. Hey Tony. Hey. Ik kan niet snel lachen. Kan je het nooit zeggen, meneer de overvaller? Beetje porto stilte, jongens. Ik vind dit echt grappig, gewoon. Nou, hij is een beetje in paniek ook wel. Dus. Ja, dus ik veronderstel, u bent hier met 4 man. Ja. 1, 2, 3, 4. Ja, 5. Ja, dus sowieso. Eigenlijk ik tel 5. Kom ik hier een onderhandeling op mij nemen. Ik wil dan ook even weten wat u zelf zou doen. Moet ik die poort eruit gaan zetten of niet? Wacht, dat weten even, wij niet, dat is jouw keuze. Nee, ik praat door de poort. Oh. Het is allemaal druk, joh, echt gezegd. Ondertussen van 2 seconden uit, er gaat niks gebeuren. Hoor. Nou, ze zijn stil. Nou, dus ik kom hier even voor te kijken wat u vanuit ons verwacht en wat wij van u kunnen verwachten. In principe wil ik gewoon een vrije doorgang, wil hij wegkomen. Simpel. Wat gek. Ik wil niet dat er geschoten wordt. Dat is wel echt heel apart. Zowel vanuit onze kant wordt er niet geschoten. Kan je ook bevestigen dan verwacht ik ook dat er niet vanuit jullie kant geschoten wordt. Kan je ook bevestigen dat er tijdens de achtervolging niet geschoten zal worden vanuit buitenaf? Ik hoor de kluis opengaan. De kluis ging open. Kan ik dat op je erewoord nemen? Zeker zet ik dat er even onder. Ups. Ik wil ook geen helikopter trouwens. En geen spijkermat. Prima, dus zoals ik nu noteer, geen Zulu, geen spijkermat. Er wordt niet geschoten door ons en door u, ook niet buiten. En er zullen geen spijkermat op plaats vinden en ook een vrij door. Ja. Wat ik sowieso al als tegeneis zal hebben, is dat er mogelijk 1 motor minder zal gebruikt worden voor de achtervolging. Dan kunnen we achter elke motor 1 doen. De motor die we dan zal wegdoen, zal ook niet in beslag genomen worden en zal gewoon weggepoefd worden naar de garage. Dat zou ik dan even moeten bespreken met mijn collega's. Prima. Dan had het voor u eerlijk en voor ons eerlijk kunnen wachten. Dus je wil 1 motor wil je weghouden, zeg ik. Ja. Die zal ook niet in beslag genomen worden en zal ook niet naar de naam gekeken worden. Oké. Maar heb jij een erewoord daarop, Simon? Zeker weten. Oh, oké. Hoe kan die weggezet worden zonder dat hij wordt opgepakt? Wij kunnen die in onze broekzak steken, dat hij naar de garage gaat. Het is gewoon rustig met tosti te eten. Nee. Het al in jouw garage meer. We kunnen hem dan even wegconfiskeren dat er gewoon iets vanuit onze kant en zowel uit andere kanten zal gebruikt worden vandaag. Nou, is goed. Ik zal het bespreken. Prima. Ga ik even naar buiten. Voor de rest klinkt het hier goed. Als je iets nodig hebt voor een hostage van eten of drinken of wat dan ook, vermeld het dan in. Dan komen we even naar binnen. Ik wil kijken. Dat is niet nodig. Prima. Tot zometeen dan. Ik zie niks. Yo. Ja. Hey, ze willen. Ja, dan moet je gewoon even belegen. Niet een rondje rennen, ga op je knieën, wat doe je? Moet je echt dood? Oh, ik staat hier. Wat een agressie. Dat is goed. Hey, maar ze willen 1 motor minder. Ik ben benieuwd hoe dit gaat aflopen, eerlijk gezegd. Ik kan gewoon wel weggehaald worden. Ik sta hier wel met de game. Waar is Winston nou? Ja, dat weet ik. Kijk hoeveel hostages we hebben, jongen. Daar kunnen ze nooit mee akkoord gaan. Ja, maar om het eerlijk te houden. Ja, nou, dan houden we het ook nooit. Hun hebben zwaar geschud. Wij hebben niks. We hebben Sanchez. Ja, inderdaad. Daar ben ik het wel mee eens. Ik weet niet. Als je wil, mag je zo meteen met hem overleggen. Maar het was sowieso al van. Het was eerst dat ze met z'n drieën naar binnen zouden gaan. Dus het is niet mijn probleem, gehad. Waar is Winston eigenlijk? Waar hebben jullie hem gelaten? Wie is Winston? Die zwembadverschoner. Oh, die staat met de die heb ik neergeschoten. Nee. Bro, we hebben 7 hostages. Wat willen ze eisen gaan stellen? Echt, hè? De bielen. Ja, kom op. Maar boys, even serieus. Ja. Dit had je toch niet willen missen? Eigenlijk, ik wilde alleen even wat pinnen, man. Jullie komen zo ook in de krant waarschijnlijk, hè? Ja, dat is wel vet. Ja. Toen jij daarachter kwam, jongen, dacht ik, het is een kleine counter. Ja. Kleine counter, dacht ik. Hoezo? Wat wil ik van achter kwam. Nou, weet ik niet. Maar, de kluis die ging al open, hoorde ik. Dat kan. Ja. Goed gehoord? Ja, dat hoor je wel. Je kent het geluid wel heel goed, hè? Ja, ik ken het geluid heel goed, ja. Wat een gast, jongen. Nou, ik kan je boeien niet loszetten. Dan moet ik zo meteen even regelen met de politieagent. Helaas heb ik niet die mogelijkheid. Wat voor mogelijkheden heb je wel? Ja, ik kan hem niet losboeien. Ik denk dat je wel weet waarom. Oh, aha. Toen was het zo. Ja. Waarom moesten jullie nu weer mij pakken van al die vissers die daar stonden? Er stonden zeker 50 man. Heb je gewoon bij je... Nee, dat kan je niet maken. Heb je deze jongens bij Visser geplukt? Ja, ik wou gewoon mijn Visser doen. Blijf stil van, hè? Nee, dat kan je echt niet maken, man. Die jongens zijn gewoon keihard aan het werken voor hun Visser. Jij plukt ze gewoon even mee. Ah, joh. Even meenemen. Ik moet ook geld verdienen, hè? Ja, dat snap ik. Ik wil wel een klein procentje hiervan, hoor. Wat wil jij? Ik wil niks. Wat zei je? Weet je wat ik wil? Weet je wat ik wil? Dat je je fucking mijl dicht houdt en gewoon lekker je gaat gedragen, ja? Oké, dan. Ik praat, Deze boys, ik mag ze echt. Ik weet niet wie het zijn, maar ik hoop dat er geen Daisy is.
sta weer op een dak, hoor. Tenminste, ik had hallo, hoor je mij? Ja, ik hoor je. Ja. Straks ook hallo? Nog met de plicht, ik moet hem gewoon mond houden nu. Ja, hallo. Wat is het allemaal? Ah, kijk het. Yo. Dat was hem. Yo. Hoor je me nu wel? Ja. Ah, ik hoor jullie niet, wat is het? Vervelend. Hallo, praat eens. Yo. Hallo. God voor de god. Goed. Hallo. Hallo. Stuurt naar je. Ik word hier echt lijp van. Arme jongen. Oh mijn god. Ja, dat moet ik even laten weten toch. Ik hoor jullie nu ook. Hé jongens. Ik hoor jullie niet, maar ik moet zo even knipperen. Want mijn geluid doet het niet. Ik geef jou even het wapen. Ik moet zo even teruggeven. Ik hoop dat ze snel klaar zijn. Ik wil het eigenlijk wel even meemaken. Ik ben ervaren. Maar ik moet ze nog eten, dus ja. Zo terug jongetjes. Ah ja, gaat even knipperen. Oh. Goedendag, je moet het nu met mij doen, mijn collega moet even knipperen, want zijn geluid doet het. Kan ik portal stil te krijgen alsjeblieft, want ik sta hier met die agent. Of wat moet toch, jongen? Ik ga wel veel portal uit, doe maar je ding. Yo, hallo, ik weet niet wat er al besproken is, want ik was eventjes bij de achterkant, dus ik heb geen idee wat er al besproken is. Zou jij mij even kan te inlichten? Ja, wij hoorden dat jullie met z'n vieren waren en iedereen op een motor ging vluchten. Ja, alle vier op een eigen motor. Ja, klopt. Ja, mijn collega kwam net misschien met het voorstel dat er één motor minder was, maar dat... Nee, dat gaan we niet doen. Nee, dat wou ik ook wel zeggen, dat voorstel, want dat wil ik graag terugtrekken. Dat lijkt me al. Vooral met een aantal mannen wat we hier binnen hebben zitten, denk ik niet dat je dat... We hebben zeven hostage dus. Zeven? Ja, twee ook nog achter. Zou ik die wel even mogen zien? Ja, loop maar onder begeleiding, collega, blijf bij die staan. Ja, tuurlijk. Onder begeleiding? Loop maar. Wat? Hé, collega Emma, ik kom naar jou toe om te kijken, want we wisten niet dat we nog meer hostage hadden. Oh, hey maat, ga nou geen grapjes lopen maken, want ik ben veel geweldiger dan die andere guy, hè? Oh, niet testen, vriend! Wat zeg je nou in normale taal? Niet testen, vriend. Oké, sorry. Mond dicht. Je gaat deze ballas eten, broer. Dat zou ik niet doen, want dan vallen ze binnen. Ja, dat is al je mond dan. Ja, dat is alleen maar niet goed voor jullie. Jouw gezeik. Ja, is goed. Maar ik wil nog één ding zeggen. Je shirt, dat is een perfecte uitdrukking van jouw gezicht. Zijn er wel genoodzaakt dit te doen? Ja, dat is. Ik ben Elster. En ik heb nog één ding. Omdraaien of ik raak je af. Omdraaien. De krant is onderweg. Ik weet niet of je die zo meteen binnen kan laten. Ik word al echt overhoop geschoten. We staan hier niet zomaar, we staan hier met een reden. Ik zeg niks. Ja, oké. Die gaan die mensen niet naar binnen laten. Dat moet je wel. Oh nee. Ze mogen best buiten, ze komen er niet langs. Ah, al laten ze lekker buiten de linten kijken, vind ik helemaal prima. Goed! Alright. Even kijken hoor. Ik ga eisen stellen, denk ik. Dan ja, die het echt, hoor. Hebben we al gekregen. Oh, nou, maar dan ligt je maar daar niet even over in, meneer agent. Ik vraag of je maar helemaal lichten. Die guy is echt niet chill. Hij wordt ook echt nieuw, die moet samenwerken. Die meneer met zijn gipsarm, is dat ook een hostage? Allemaal, ja. Alles wat hier staat, behalve deze kerel naast mij, deze meneer, die is net even wezen knipperen, want die had geen geluid meer. Oké, dan is dat duidelijk. Eventjes de stad in te komen. Ja, prima. Dat precies. Gewoon het. Willen jullie ook nog een liedje komen zingen binnen of zijn jullie daar even? Nou, daar zijn we niet zo fan van. Ah, dat vind ik jammer. Ja, helaas. Dat is een leuk liedje in gedachten. Even kijken. Ja, nee, dat lijkt me vrij duidelijk. Willen jullie het verder gaan doen? Als ik het groene licht kom geven, dan blijft iedereen binnen en jullie rennen naar buiten op de motor, jongens. Collega A, heb jij daar een inspraak over? Wil je desnoods eentje mee laten lopen voor je eigen veiligheid? Wat is er precies afgesproken? Ik neem aan dat ze akkoord gaan met de eisen die jij hebt gegeven. Dat zijn een leuke achtervolging, vrije doorgang, geen spijker, want er niet schieten, geen Zulu. Ja. Dat heb ik correct, meneer Agenda. Ga je ermee akkoord? Ja. Oké, nou dan, en nu vraagt hij of wij, als wij groen licht krijgen, hoe dat in zijn werking nog gaat. Nou, ik zeg. Zal de motor zitten en aan het wegrijden, en dan komen jullie gewoon achter ons aan, hè? Maar willen wij een hostage mee naar buiten laten lopen voor onze eigen veiligheid? Dat is wat hij nu. Gaat meneer de agent akkoord met onze eisen? Ja, zeker. Oké, dan mag je sowieso de twee alvast uitkiezen om mee naar buiten te nemen. Ikke, kies mij! Even kijken. Kies mij! Is het dan niet zo naar voren lopen allemaal? Nee, kies mij! Kies mij! Terug, jongens, waar lopen jullie naartoe terug? Kies mij! Tegen de automaat dan. Neem die met die roze hoed maar mee. En ik! En die met het gips. Nee! Oké, nou dan mogen die twee heren met mij mee. Nee! Pas tot wapen. Oh nee, waarom hadden ze mij niet gedaan? Waar is van me af? Nou ga ik alleen nog wel een keer grappen maken dat mijn tape eraf is. Eén seconde. Collega A, doe je porto aan. Ja, ik heb hem aangezet. Alright, daar ben ik nu. Ja. Haal eraf, waar wacht je op?
Ja, we gaan eventjes verklaring opnemen natuurlijk van hierheen, vragen wat er gebeurd is. En dan zal ik zo meteen terugkomen om het groene licht te geven. Maar als jullie je dan hier zo meteen alvast verzamelen, dan kunnen we zo dadelijk beginnen. Ja, dat doen we wanneer wanneer jij hier komt aftellen, wanneer jij hier... Oh, zo. Ja, nee, je moet... Ja, is goed. Ik kom zo terug. Hm? Wat is er? In verband dat er wat andere mensen ook aanwezig zijn. Mm-hmm. Collega, jij bent zoveel aardiger dan die andere man. Hij kon mijn grapjes niet handelen. Ik help alleen. Zijn je nou collega aardig? Ja, dan gaan we... ja, zij noemen jou toch collega. Ah ja, dat doe ik het toch ook. Nee, je mag me Emin noemen. Ja, ik zal stil zijn. Hoe? Die avonturen. Emin. Oké, okay, Emin. Is goed. Niet doorvertellen, hè? Aan deze man vertelt nooit zijn naam. Hey, collega M. Oh mijn god. Deze guy is echt een topper. Die Anne is zo chagrijnig. Ik vind het ook zo leuk. Oh, ik ben zo lang niet gegijzeld in een bank. Ook van een, heb ik zo'n gast. Dat is echt een topvent. Ik hoop echt dat deze jongens wegkomen. Behalve diegene met dat monster shirt. Die mag wel gepakt worden. Ik hoop dat hij van zijn motor af wordt getaserd. Maar hij mag wel wegkomen. Een mean jongen. Ik ben benieuwd wanneer ze gaan. Duurt altijd even. Maar ja, ik zou het wel leuk vinden om even mee naar buiten te lopen. Ik wil ook even achterkijken, maar ja, dan... ja. W, jou. Oh, wat leuk. Connect met speakers. Oh god, nou gaan we het krijgen. Maar een beetje normale muziek, oké? Okay? Normale muziek? Moet jij eens opletten? Het is normaal. Hey, goeiedag. Yo, man. Nou, waarom kom je nu precies naar binnen? Ik wil net muziek aanzetten. Ja, trouwens, het kan gewoon nog steeds. Nee, laat gaan. Dan moet ik zeggen, hij heet Amin. Meneer de agent. Dat is Amin. Collega H. Echt een topvent. Goed, wat is de planning, meneer de agent? Nou, wij moeten nog heel even wachten op één dirtbag. Oh, dan is iedereen nu ready. Ja. Mag ik even indelen buiten? Ja, nee, er is nog één collega die is volgens mij eventjes op te doen of aan een tank of zo. Ik heb geen idee. Dus als die zich zo meteen weer meldt, dan mogen jullie even snel checken of alles goed is. En dan kunnen we daarna beginnen. Maar ik moet eten, dus als ze opschieten. Wat is je naam? Mijn naam is Silvano. Moet je mijn politiepadje zien? Nou ja, als je die toch wil afgeven, is prima. Ja, mag je wel even zien. Mag naar deze leuke meneer. Oh ja, Silvano, leuk kan je wel makker. Weglaten hoor. Jij bent echt een makker. Hier heb je hem terughouden. Yes, mijn naam is Joep Stengelsoep. Joep Stengelsoep! Als ik die nu in het systeem opzoek, dan zou ik niemand vinden, denk ik. Joep Stengelsoep. Ik geef jou toestemming om in het systeem Joep Stengelsoep op te zoeken. Je kan ook je ID ruilen, omdat hij je politiepas gaf. Ik geef jou toestemming om Joep Stengelsoep op te zoeken in het systeem. Ja, maar wie zegt dat jij dat bent? Nou, dat zeg ik. Ik ben Joep Stengelsoep. Ja, maar ik kan ook zeggen dat ik Frans te Lang ben. Maar ben jij Frans te Lang? Nee. Ja, ik ben Joep Stengelsoep. Oké. Oké, nou interessant. Heb je hem opgezocht? Ik ben Obama. Ja, ik zie het. Wat staat er over mij in het systeem? Nou, omdat ik niet 100% zeker weet of jij dat bent, ga ik dat niet aan... Voila, ik ben Joep Stengelsoep. Als jij een ID-kaart voor mij hebt. Nee, zo werkt het niet. Die ga je meenemen. Nee, ik ben Joep Stengelsoep. Ik heb een keer een Camargent geslagen. Meer weet ik. Zijn we nog ready? Ja, we zijn ready. Goed, als jij je collega's hier verzamelt, dan kun je even checken of die motor goed is. Oh, en hij rent weg. Verzamelen jongens, verzamelen. We gaan op school rijden. We gaan op school. Schoolreisje, ja? Neem die mensen mee, collega. Waar gaan jullie heen? Wat is de stemming? Ja, ik heb niks, dat is ook mijn issue. Nee, die is collega A, geef mijn broodje 2. Hey, meneer Agent, gekke vraag. Heeft u eten? 2, 5, 3. Zijn jullie allemaal klaar? Dan kun je even snel... Kan één ja, ik wil graag even checken. De indeling bekijken. 1 seconde. We gaan nu kijken. Ik word gekeerd voor FK, even snel een rondje lopen. Oh, ik heb geen zin om FK te typen, dan moet ik toch een chat doen. Hoppa. Ziet er netjes uit. Je moet eten, zoals deze boys even opschieten nu. Nou, als iedereen zijn motor even openzet. Hey boys, succes hè. Dankjewel hè. Thanks man. Frans de Lang. Bedankt, Joep Stengelpoep. Joep Stengelpoep. Oh ja, dat was het. Succes. 2. Hey yo hè. 1. Tot niet. Succes. Ik ben er ook weer, ik leef nog steeds. Oh hey Winston. Even snel kijken. Kijk, ze gaan allemaal aan de andere kant op. Deze boys zijn best slim. Als jullie heel even hier blijven wachten, ik ga even naar de. Volgens mij hebben ze gewoon het geld gesplitst. Nee, ik heb niks bij hoor. Ik heb niks bij. Kijk, nou denken ze dat wij medeplichtig zijn omdat wij geld hebben gekregen of zo, weet je wel. Maar we hebben helemaal niks. Ja, tuurlijk, ik heb die 400k bij. Oh, ja toch? Ja, ze hebben mij alles gegeven. Ik hoor erbij, hè. Ik hoor bij plan. Oh, ja toch? Dat zou wel zijn. Jij bent het plan. Ik ben het plan. Dat zou een goede zijn eigenlijk. Even kijken. Zitten jullie allemaal echt vastgebonden of? Ja, ze zijn afgegleden net bij me. Vastgebonden. Okay. Dus ja, dankjewel. Fijne dag, hè? Hoef jij geen verklaring af te leggen? Nee.
Ik ga weer aan het werk, dacht je daarvan. Ciao! Ik zou jullie wel graag nog even willen fouilleren. Oh nee, waarom dat? Nou, de ballen... Omdat dat... Nee joh. Hij hoort erbij, hij hoort erbij. Ja. Ik geef even deze meneer nog even op. Hij is het plan. Zo? Ik kan nu gewoon weglopen bij jou. Hele stapels koken. Straks hoor ik nog echt bij de plichten gezien, dus ja. Geen aangifte willen doen, kunnen we dan vandoor. Zeg meneer dat hij aan mijn zak wil voelen. Nee, ik hoef die beste geen aangifte te doen. Ze waren alleen maar aardig. Het ziet helemaal goed uit, dankjewel. Hier. Yo, Tommy! Ja, doe mij maar eerst. Kijken. Ik heb haast. Nee, zo. Tony, ik ook. Ja, die schembadder, die... Yo, top. Ook in orde uit. Silvano, toch? Dit is Silvano, inderdaad. Fijne dag, hè? Arsene. Yo, meneer de zwembad schoon, u mag er ook vandoor. Heeft u misschien tijd voor een kort interview? Mag ik ook gaan, meneer? Heel kort. Ja, wel even... Ja, doe maar voor mijn auto, dat is dat geeft views. Ja, nee, misschien even hier naar links. Oh, oké, ja. Oké, snel. Voor de deur. Kun je bij de deur? Ja. Oké, ik ga zitten gewoon, ja. Ik doe net alsof ik erbij hoorde. Ja hoor. Oké, nou, het gaat mogelijk om een nieuwe groep genaamd The Blacklist. Hebben we misschien... Wie? Wat? The Blacklist? Wat is dat nou weer, joh? Nou, dat heb ik zojuist in mijn oortje gehoord, hè, meneer. Nou. Ja, bro, ze hadden het over een Blacklist. Nou, ja, nou ja. Dat vind ik heel, heel slecht verzonnen van Amin. Amin? Ja. Amin. Eindelijk ben ik los. Nee, wacht. Dan ga ik het even aan de agent vragen, dat is misschien wel beter. Wat? Nou ja. Bro, waarom richt je interview? Oké, nou, graag gedaan, hè? Dat is grappig. Yo, hey, jongens. Doei, Winston. Wat was dit nou weer? Dat is fijn. Hey, yo, hè? Ho, ik mag mijn auto niet in. Later. Doei, hè? Yo. Enge auto? Ja, echt kapot eng. Ik word er iedere keer echt... Godverdomme. Dat meen je toch niet? Wat een kutzooi. Nou is hij rood. Wajo. Waarom? Dat is echt heel gemeen. Bedankt voor het kijken naar deze video. Klik natuurlijk op een van deze twee video's die jullie kunnen zien. Want die gaan zo meteen verdwijnen en die moet je echt gezien hebben. Dus klik er snel in. En vergeet zeker niet te abonneren op beide kanalen. Zou ik ook echt super erg waarderen. En dan ga ik, zoals altijd, zeggen tot de volgende video of luister. Later mensen. Ciao.